Hallo mensen. Ja, we zijn er weer, hè. Een nieuwe extra vlog. Ik zit op de fiets, zoals je kunt zien. En we gaan naar Hellendoorn. Op de fiets, dus met een reden. Ik moet een klein stukje. Er moet wel een hele grote berg op, dus dat moet ook nog gebeuren. Maar het is met een reden. Ik ga natuurlijk naar de zinderende zomeravond van Avonturenpark Hellendoorn. Die is vandaag, het is woensdag. Het is vandaag 7 augustus, woensdag. Het is de tweede. En ik ben alleen, omdat Chris nog aan het werk is. Maar misschien sluiten we af als Chris er ook is. Dat durf ik nog niet te zeggen. Dat zien jullie dan wel weer vanzelf. En ik heb nog een reden. En daarvoor moet ik heel even de fiets stoppen. Dat zal ik hier even gaan doen. Kijk, er zijn bepaalde redenen waarom ik er naartoe ga. Eentje, zinderende zomeravond. En ten tweede, nou dat moet ik zo fixen. Ik ga ook naar Fort Kareltje. Oftewel, volgens mij is hij nou eigenaar van een herberg. Maar het komt goed, maar ik heb wat voor hem. Kijk, het zit hierin. Het is die mouse. En die ga ik even aan hem geven, want daar... vroeg hij om. Dus ik ga snel door en dan zie ik jullie boven op de berg weer. Blijf vooral kijken en dan zeg ik even zo, dikke duim omhoog en tot zometeen. Nou, daar zijn we dan, hè. We gaan daar naar binnen. Komt. Nou, wij eens eventjes beginnen daar. Want. Nee, ik wil even nog wat zeggen. De vorige keer hebben we natuurlijk heel weinig van het park laten zien. Dat gaan we nou even veranderen. We zetten dan gewoon even het hele park op beeld. Inclusief het slidepark, want ik merk dat die open is. Dus daar gaan we even beginnen. Ja, voordat die bedicht is. Dan hebben ze mensen dat er eens op eens gezien. Nou, ik ga snel naar binnen. Kijk wat Kareltje is. En binnen, gaan we beginnen. Er zijn verschillende dingen te zien, zoals entertainment en noem maar op. Dus daar, ik zie hier al heel wat beginnen. Laten we even kijken. Het programma van deze dag. Ik wil een high five voor jullie. Ja, dankjewel. Ook weer gebeurd. Het is wel druk hoor. Ja, wat wil je midden in de zomer? Nou, dat ga ik niet doen. Vorige keer hard gezien. Een keer terugvinden op ons kanaal. En de bootjes gaan we ook niet doen. Die staan er ook op. Nou, even kijken waar de bootje is. Oh, daar komen ze weer. Oh, daar, Ridderstrijd. Normaal kun je deze ook doen. Maar het heeft geregend. En als het regent, dan gaat het niet goed, want dan beland je hiervoor. Hier zo. En dat lijkt mij niet te bedoelen. Terug. Terug, nee, we gaan door. Deze zou je ook kunnen doen. Jungle Expedition. En dan ga je lekker met zo'n bootje rond. En dan kom je van alles tegen. Maar die gaan wij, denk ik, ook niet doen. Deze hadden jullie al gezien. Kijk, zo mooi. Tja, de olifantjes. En natuurlijk dondersteen. Een mooie achtbaan. Nou, ik zit nog bij Bella's, het plein ervoor.
Ja, vind je natuurlijk de Discovery Club en de Rioolrad. En de Speelstraat. Met wat nieuwe attributen. Ik geloof dat ik het elke keer laat eens in. Maar ik vind het wel leuk spelletjes spelen. Dan kan ik af en toe een beertje grijpen. Het is leuk. En Rioolrad, zoals wij zei. Kijk, aan die kant daar is ook een show, als ik het goed heb. We moeten dadelijk eens gaan kijken of we dat kunnen vinden. Ik denk dat het met die professor te maken heeft. Dat is bij de Discovery Club. Ja, het is hier zo. Ik zag, oh kijk, daarachter in de verte zie je een professor lopen. Wat heeft daarmee te maken? Wat fijn en hebben beteugd. Waar waren we? Wij waren hier, want nu jullie allemaal lid zijn van onze club, mag ik jullie deze demonstratie laten zien. Wat denken jullie wat ik hier heb? Water. Zou je willen, hè? Maar nee, sorry, het spijt me. In dit geval is het water inderdaad, wat jullie kinderen al zeiden. Maar het is niet zomaar water. Dit is water wat uit de kelder komt en dat betekent dat ook dit water vervloekt is en het wil expanderen, het wil groter worden, het wil alleen maar uitzetten, het wil alleen maar meer worden. En dat, lieve mensen, laat ik jullie zien. Want als ik dit water gewoon even in een glas doe en dan ga ik jullie laten zien van hoe dat dan werkt, hè. Oh. Dat had ik niet verwacht. Dat is wel bijzonder eigenlijk. Oh, nou ja, oké. Vloeistof en dat expandeert. Dat wordt groter. Dus even kijken. Als ik dat dan in dit glas giet, wat een stukje groter is. Nee, maar. Jongens, zien jullie dat? Dat glas is toch echt groter of niet? Zo groot worden dat het ook in het laatste glas past? Nee. Nee? Ja? Nee? Ja? Nou, we gaan eens even kijken. Wow, jongens. Nou, dit is nou echt serieus. Dit is ongelooflijk. Maar nu ziet u hoe die vloek steeds groter wordt. Maar, nogmaals, voor deze vloek heb ik de oplossing gevonden. Ik denk dat de oplossing voor dit geheim energie is. En dat is zo vet. Wie weet wat energie is? Wie? Ja, zeg eens. Stroom, heel goed. Ja. Stroom. Lieve mensen. Als energie het succes is tot geheim, vuur een hele goede energie is. Vuur is de hele goede energie. En dat is... Wow, dat is echt fantastisch. Kijk dan. Vuur is een energie. Dit moet een teken zijn. Het kan niet anders dan... Energie en vuur, dat de oplossing is. Zien jullie dat? Daar. Wow. Nog één keer, kom maar. 3, 2, 1. Dit is... Oh ja. Ik voel het gewoon. Deze energie. Dat is het. Ik heb de oplossing. Jongens en meisjes, dames en heren. Ik ga verder met mijn onderzoek, want ik weet wat ik nu moet doen. Dankzij jullie. Dankjewel. En dankjewel dat jullie bij mijn demonstratie wilden zijn.
heel veel plezier nog op het park. En om 8 uur vanavond op het evenemententrein bij de Berghoeve. Daar ga ik jullie laten zien hoe dat werkt met energie. Jullie zijn van harte uitgenodigd. En natuurlijk, de kelder van mijn château is nog steeds toegankelijk. Veilig voor en ieder. Dank u wel, tot de volgende keer. Zo, hé, wat gaaf. Dank je wel, hè. Leuk dat je er was. Dag. Het was best interessant, hè. Een lesje over energie. En hoe water zich vermenigvuldigt. Heb je goed opgelet, dan weet je het. Kijk, en hier heb je het slidepark. Mooi in gebruik vandaag. Met bandjes, zonder banden. Gewoon lekker glijden. Ja, dat is natuurlijk de dino. Kun je een rondritje maken op zo'n dino-karretje. Ja, het zijn genoeg rijbaantjes hier. Nou, hier stond natuurlijk ook altijd een attractie. Maar die is er niet meer. Ze noemden hem de bank. Ja. Er is niks meer. Oh ja, je hebt deze nog. Over het groen is er ook natuurlijk voldoende. Lekker mooie bloemetjes hier. Zeg Danny, wat is er wat lekkers bij hier aan het maken? Ja, ik ben worst aan het maken. Goede braadworsten. Oké. Okay. Ambachtelijk uit de verpakking. Ja, dat maakt niet uit. Ja, dat is lekker man. Maar het wordt druk, dus ik moet... Doorbakken. Ja, het is stress en zo. Yeah. U had met uitvonduit. Zo zie je maar. Een complete set. Nou, dan mag je de iedereen helpt even mee op deze mooie zinderende zomerdag. Oh, dat nog niet. Maar ik ben nog steeds op zoek naar Karel. Dus even vragen of ze met het doel zijn. Als je Kareltje ziet, of William, ja? Of hoe die zich nou ook noemt, herberg-eigenaar of zo. Ik heb wat voor hem. Oké, okay, nou helemaal goed, helemaal goed. Kijk eens aan. Ja? Nou, dit stukje Balagos en Riddertijd. Ja, ze horen bij elkaar, hè. De een valt de ander aan, dus die wil die aanvallen. En die ridders, die moeten hem weer verslaan. Dus, ja, ik... Ik heb het ook niet bedacht, hè. En als je goed kijkt, zie je hem daar aan de ketting liggen. Zachtjes omheen. Hard zo! Jongens, bukken! Ik heb de draak wakker gemaakt. Bukken! Meneer, bukken! Oh jee, dit is niet goed, jongens. Geen paniek. Grote paniek! Wat heb ik gedaan? Wacht, ik heb een idee. Wat nou als wij de ridders van Ridderstrijd erbij roepen en die kunnen ons helpen en beschermen tegen de lagers? Wil je mij helpen? Ik tel tot drie en roep de ridder Boudewijn. 1, 2, 3. Dat kan harder! Oké, dames en heren.
snel zijn. Olaf, Petronella, trek de strijden. En u, dames en heren, uw hulp hebben we ook nodig. Houd uw ogen wijd open en leg heel goed op. Kijk achter u, voor u, maar vooral, kijk naar boven. Oh, alleen samen kunnen wij de Lagos verslaan. Dus let goed op. Als je hem ziet, geef dan een geel. Want daar, kijk daarachter, achter de bomen. Daar, daar is hij nog niet, maar daar had hij kunnen zitten. Petronella, Olaf, doe voorzichtig. En vooral, dames en heren, doet u ook voorzichtig. Huppa! Oké, ten strijde. Dat werkt niet zo. We zijn te laag. We moeten onze schade hoog houden. Oké. Op twee. We steken straks allemaal onze rechterarm de lucht in. Hou ze naar voren. Op drie, daar gaat ie. Twee. En. Verjaagd, maar nog niet verslagen. Meneer de herbergeigenaar. Hey, ja, ik ben Harry. Harry, Harry van de herberg. Van de herberg. Hoe is het? Ja, het gaat hartstikke goed. U komt zo nog even kijken bij mij. Hè. Dan gaan we... Heb je hem? Oh nee. Ja. Oh, die vind ik leuk. Oh, kijk dan. Wat is die schattig en wat leuk, hè? Nostalgie, hè? Jeugdsentiment is dit. Ja. Wat cool zeg. Oh, wat leuk. Oh, die vind ik echt leuk. Original. Hè? Dankjewel. Kom eens wel even kijken. Ja. Ja. Als ik nog tijd over heb, kom ik nog kijken. Heel goed. Hey, dankjewel. Stuur je een tikkie of iets? Doe ik. Goed zo. Dankjewel. Ja, leuk. Eindelijk afgeleverd. Eindelijk. We hebben hem. Kijk, dit is hem. Die zending met de mouth. Ja. Ah. Ja, precies. Dankjewel. Allemaal opzoeken op YouTube. Allemaal, ja, op YouTube. Tot zo. Nou, dat is weer gelukt. Volgende show. Voor de allerkleinste is er ook genoeg te doen hier in de Reuvenstraat. Zo, we hebben onze kleine stukje van het deel. Sorry. Dat hebben jullie nog te goed. Nou, daar werd Christus onmisselijk in, dus die zal hij wel niet meer doen. Ik ook niet. En ja, waar zijn ze trouwens mee? Oh, het testritje. Het is best druk bij het Drakennest. Iedereen wil erin. Ik sla over. Gaan we hier even kijken bij de wildwaterval. Yes, gelukt. Dan gaan we door. En de kapitein Babakeer wil het ook eten, hè? Frietjes, snackjes, van alles, hamburgers. Kijk, zweefmolen gaat nou beginnen. En daar op de achtergrond voor knalkruid. Dat is de botsauto's voor kleintjes en voor grote. En hier hebben we nog dat schip.
Ik zie even niet hoe het heet. Dat zou ik nog wel niet kunnen. Doe ik dat? Dat is een tweede. Dat zien we dan wel weer de volgende keer. En dan ook de monorail. Nou ja, die hebben jullie in mijn vorige video kunnen zien. Maar misschien komt hij nog een keertje. Wie weet. Maar dat doe ik hem samen met Chris. Oh, dan heb ik een beetje alles op beeld. Tenminste, het hele park. Maar zullen ze het leuke souvenirs hebben? Daar gaan we nou eens even naar kijken. Hey, als je een mooie trui wil hebben, hier zijn ze. Of een t-shirt. Of nog meer truien. En ik heb hier ook nog souvenirjes. Overal souvenirjes. Oh, kijk dan, de beertjes. Nou, laat weten welk souvenirje jij het mooiste vindt. Of ga je gewoon standaard voor de trui? Zo mensen, dat was hem weer. Weer bedankt voor het kijken naar deze leuke vlog. Dikke duim omhoog, abonneren, liken, delen hieronder. En dan zien we jullie weer in de volgende vlog. Oh, maar wacht nog eventjes. Blijf vooral nog even kijken, want er komt nog een leuke eindshow. Jee, maar waar is Kareltje dan? Zullen we eens roepen? 3, 2, 1. Oh, Kareltje, wat vind ik het fijn dat je er bent. Ja, iedereen is er al. Dat is echt helemaal te gek. Dat is een avontuur, maar dan moet je toch. Oh, jee, jammer ook alweer niet. Hey. Wie kent het hier allemaal daar? Let's kijken. Wow, kunnen ze allemaal, Karel? Ja, misschien wekken we dan wel energie op. Nou, dan zullen we kijken, hè? Ja, pak je lantaarn. Jongens, we gaan het hier naar beneden doen. Hey! Heel goed! Ja. En dan gaan we naar rechts, dat is die kant, naar rechts, naar rechts. We gaan varen. Naar links. Heel goed! Mama's een groot applaus voor jullie, kan je? Oh, oh nee. En kijk eens. Oh nee, hij deed. Komt-ie, 3, 2, 1. Hey, papa's, doe mee. Ik wil die handen naar beneden hebben. Oh, 3.
pakken. Let op, daar komt ie. In 3. In 2. Nou, goed opletten, goed opletten. Blijft die branden. Jongens, hij blijft. Ja, eindelijk. Het gaat gebeuren. Kaaltje, dankjewel. Oh, fantastisch. Jongens en meisjes, dit is echt zo fantastisch. Op deze manier kunnen we de weg vinden. Heksenoord en Halloween zometeen hier op het avondpunt in Halloween. In oktober, hè, jongens. Heel goed, heel goed. Hé, wow. Dit was inderdaad onze laatste show, dames en heren, voor vandaag. Wij gaan zometeen nog even bij de uitgang staan. Mag je op de foto handjes geven. We vonden het supergezellig dat jullie er waren tijdens de zinderende zomeravond. En misschien tot in Heksenoord. Zwaaien, doei! Tot Heksenoord en tot Halloween. Dag, lieve mensen. Wat een geweldige dansers, Kareltje.